als gebruikers melden dat ze niet kunnen inloggen, dan wil je snel weten waar dit aan ligt. Voor SurfConnect kan je inloggen op het SurfConnect dashboard en de statistieken bekijken. Je kan dan zien of op een bepaalde dienst nog ingelogd kan worden. Als je ook niet kan inloggen op het SurfConnect dashboard, dan is het verstandig om naar stats.surfconnect te gaan. Hier zie je het aantal logins per minuut. Als deze op 0 staat, dan kan je ervan uitgaan dat SurfConnect een storing heeft. Uiteraard zullen we instellingen zo snel mogelijk informeren en je kan ook altijd een mail sturen naar support@surfconnect.nl.